daar zitten we dan bij onze eerste podcast, Groeigeheimen, powered by YouLinkMe, waarin we eigenlijk met ondernemers willen kijken wat de groeigeheimen zijn geweest, wat jou onder andere tot een succes heeft gebracht. En dat willen we, daar willen we zelf van leren, dat willen we delen met ons netwerk en het lijkt ons gewoon heel erg gaaf om dat te horen. Leuk! Ja? Super gaaf. Ja. Eduard Schaapman van Tribes Inspiring Workplaces. En we zitten hier met Nadia en mijn naam is Michiel. En we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Ja, nou goed, kunnen we het over hebben, hè? Ja, dat gaan we doen. Ja, ik ben onder andere van Tribes Inspiring Workplaces, maar ik noem het toch zelf een serie ondernemers. Ik heb wat andere ondernemingen dan Tribes Inspiring Workplaces, maar met Tribes Inspiring Workplaces val ik het meest op. Dat is zeker waar, want dat zien we ook. Ja. Ja, ik heb het je net laten zien natuurlijk, hè. We hebben het even gehad over PR-waarde van Free Publicity. Dus ik liet zien dat we dat monitoren ook via media monitoring. Hè? Ja. Wat jij waarschijnlijk nu ook gaat doen. Hè? Heel interessant. Heel interessant. Ja. Ik heb gelijk een appje gestuurd. Dus. Okay. Ja, en dan kon je dus uithalen. Dus alles wat er over ons, Tribes en Eduard Schaapman, komt in de pers of op de radio en de tv, dat wordt gemonitord, wordt vastgehouden. Ja. En daaruit bleek dat eigenlijk dit jaar tot nu toe dat een advertentiewaarde was van 2 miljoen met een PR-waarde van 4 miljoen. Dus dan heb je vanuit je free publicity haal je al heel veel op. Zo. Dus meten is weten. Dat is natuurlijk helemaal jullie vak ook bij jullie company op social media, maar ook nog steeds in het vrije woord PR kun je er ook nog heel veel mee doen. Ja, ja. Mooi. Maar vertel, want Tribes kent iedereen. Maar wat doe je nog meer dan? Ik ben wel benieuwd nu. Nou ja, ik heb een jenevermerk. Staat ook vrolijk op de Tribesvestingen. Het Schaapmannetje, dat is het oudste jenevermerk in Nederland. Het is eigenlijk begonnen als een hobby. Wij hadden het recept van deze jenever in patent verkocht aan een jeneverstokerij. En ja, dat kwam 5 jaar geleden kwam dat vrij. En die partij wilde dat verlengen. Toen dacht ik van, goh, daar kan ik misschien zelf iets mee doen. Ja. Het is meer als een hobby begonnen. Mijn oud-oom is eerste priester in de Tweede Kamer. En die heeft toen de drankwet verboden. Gezorgd dat hij er niet kwam. Hij vond namelijk dat iedereen die werkte minimaal een dubbele jenever per dag moest hebben. Ja. En als je dus in Utrecht komt in het Bruine Café en je steekt je hand op en je zegt Schaapmannetje, krijg je een dubbele jenever. Toen dacht je, weet je wat, ik ga een nieuw merk introduceren. Het Schaapmannetje, 5 jaar geleden. Heette daarvoor anders. Ja. En dat ben ik gaan doen, maar dat was meer als van, nou, relatiegeschenken weggeven aan de mensen. Bij ons in de Tribes locaties dat ding hebben staan. Hartstikke leuk. Alleen het is opeens een succes geworden. Ja. Dus er gaan meer dan 20.000 flessen per jaar doorheen. En dat staat helemaal los van Tribes? Dat staat helemaal los van, we hebben oorspronkelijk qua recepten of zo? Uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen dat bij Tribes, al die stammen die ik heb bezocht, elke stam heeft A, geen geloof, maar spirituele en geesten, maar ze hebben allemaal wel een soort eigen gemaakt alcohol. Ja. Okay. Dus toen dacht ik, ja, maar wij van Tribes moeten dus ook een eigen gemaakt alcohol hebben. Dus die connectie is er wel. Die connectie is er wel. Ja, en we hebben dus inderdaad op elke locatie, hebben we het Schaapmannetje, en elke locatie kent ook zijn eigen cocktail. Hè. Dus op de X-Tribe heb je de X-Tribal, dat is een eigen cocktail. Moet je toch maar eens naar vragen, maar ik wil zo'n cocktail proberen. Die gaan wij nu op de vrijdagborrel gaan, dat is een keer. En je hebt een heel cocktailboekje, dus we zijn daar wel mee doorgegaan. En je hebt natuurlijk wel de last in Nederland, dat jenever is natuurlijk een dalende markt. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gedronken. Jenever? Nee. Jawel, kopstootje. Jawel, nee, ik weet zeker dat je het hebt gedronken. Echt? Want je hebt vast wel eens gin gedronken. Ja. Nou, dat is gewoon de Engelse vertaling van jenever. Oh. Dus het wordt op dezelfde manier. Dat wisten jullie allemaal niet, hè? Op dezelfde manier wordt gedistilleerd. Dus uiteindelijk hebben we het Schaapmannetje jenever werd ook gewoon als gin verkocht in een land waar we nu niet meer mogen verkopen, helaas, in Rusland. En dat werd gewoon daar als gin verkocht. En in België is echt jeneverland en daar wordt wel veel jenever gedronken. Ja, ja. Super interessant. Hey, we zitten vandaag in een van de locaties Som, hè? Ja. En welke, Som. Welke tribe is hier aan de Kiries? Ja. De meeste mensen vinden het toch leuk om de associatie met de gebouwnaam te hebben. Ja. Ook mijn mensen die voor me werken, Somgebouw, het Ito-gebouw. Ja. Maar ik ben altijd van, nee joh. Die naam van die tribe noemen. Dit zijn de Kirgizen. Ja, ik was ook inderdaad in de war, blijkbaar. Ja, ja. Ja, maar dat komt door mijn mensen. Ik bedoel, uiteindelijk. Maar je ziet, ik ben er nu steeds meer bij bezig. We hadden de social media pagina's op Facebook.
die heette dan wel naar het gebouw, maar de Instagram-pagina's die heten nu weer naar de stam. Dus je hebt Tribes Kyrgyz en dan zie je allerlei posts over wat doen die Kyrgyz dan. Hè? Die zijn helemaal gek van, die zijn helemaal gek van paardrijden bijvoorbeeld. Ja. Okay. Dus beneden in de bar zie je ook al die zadels. Ja. Nou, daar zitten normaal de Kyrgyz op, alleen hier in Amsterdam natuurlijk niet. Nee. Wat een mooi verhaal. Ik wist dat helemaal niet zo, joh. Hey, maar ook om een beetje in de tijd te blijven, gaan we gelijk even binnenvallen met een mooie vraag. Oké. Ja. Spannend. Wat is nou jouw geheime business blooper geweest in je carrière? Gewoon even om het ijs te breken. Een blooper? Ja. Ja, dan moet je altijd, als je er weinig hebt gemaakt, dan moet je altijd lang nadenken. Of welke dat van de velen? Dan moet je welke van de velen? Welke van de velen? Nee, ja, kijk. Echte bloopers niet echt, maar wel heel veel fouten. Maar voor fouten, veel fouten maken leer je opstaan. Ik denk dat in deze kamer ik eigenlijk de meeste fouten heb gemaakt van jullie allemaal. Jullie allemaal opgeteld, heb ik nog meer fouten gemaakt. Ja. En daardoor ben ik heel ver gekomen. Ja. Want je leert ervan opstaan. Van elke tegenvaller is het toch weer domme en dan weer door. En elke tegenvaller wordt uiteindelijk ook makkelijker te verwerken. Welke blooper, ik zit ook steeds na te denken. Ja. Ik heb er wel eentje gevonden. Ik heb een keer op een... mijn grootste blooper is geweest dat ik in mijn spontaniteit tijdens een speech met meer dan 1000 mensen iets zei, waardoor ik groot in de media werd uitgelicht van oké, maar die oliemaatschappij maakt dus wel prijsafspraken. Toen werkte ik voor een oliemaatschappij. Okay. En toen werd er een journalist aan mij, ik deed gewoon de e-commerce daar, en toen werd er een journalist van mij gemaakt, ja, maar hoe hou je die prijzen dan op goed niveau? En toen zei ik heel spontaan, want zij maakte er allerlei grapjes op, dus ik een grapje terug, maar die zullen elkaar toch s'avonds wel bellen. Ja. Nou, dus toen stond de groot in de krant, oliemaatschappij, maatschappij. En ik was helemaal geen kwaad. Toen moest iedereen mediatraining gaan volgen, of niet? Nee, werd dan gelijk, hoe kun je dat zeggen? Ik zei, ja joh, dat is een grapje, wat maakt het nou uit? Dus dat was op het Nationaal, was op de radio, was overal. Ik bedoel, wanneer was dat? 2001. Oh, ja. Dus, toen had je nog geen cancelcultuur. Net wel. Net aan. Maar toen had je nog geen cancelcultuur, dus wat anders was het misschien anders afgelopen. Ik ben toen wel redelijk e-mers. Ik heb stuk in. Daar is mee begonnen, e-mers toen. Maar ook Telegraaf. Alles pakte het op. Dus je zat dan wel gelijk in de squeeze. En want ja, je kan toch niet geen prijsafspraken maken, maar dat wordt er, net zoals nu tegenwoordig ook heel veel gebeurt, het wordt volledig uit de context gehaald. Ja, precies. Maar goed, dat overkomt je een keer en dan weet je ook weer. Het heeft jou niet beperkt in je toekomstige uitlatingen? Of, Nee, want ik ben nog steeds vrij van woord. Ja, precies. Ja. Dus ik zal nog steeds fouten maken of... je merkt het ook wel eens inderdaad, ik heb dan mijn eigen radioshow op de woensdag, op BNR Radio. En daar krijg je inderdaad wel eens op van, ja, maar dat is niet het juiste aantal, moet dit zijn. En dan zeg ik de volgende keer van, nou, er was een luisteraar en die zei dat het geen 12.000 was, maar 21.000. Nou ja, dan heb ik het net verkeerd gelezen. Nou ja, dan maak je het weer goed. Ik bedoel, uiteindelijk, we zijn er allemaal om fouten te maken. Nee, zeker. En van fouten leer je ongelooflijk veel. En van veel vallen kun je ook veel beter opstaan. Ja, nooit uit het veld laten slaan, denk ik. Ja, dat mag ook wel eens als je maar weer opstaat. Ja. Maar mooi voorbeeld. Dan, ja, zeker. Maar hoe is het dan bij jou ooit echt begonnen? Wat begonnen? Wat wil je weten? Jouw groei. Dat was heel eenvoudig. Ik ben heel katholiek opgevoed. Streng katholiek zelf. Zelfs mijn jongere broer is pastoor. Ik geloof wel ergens in, maar ik weet niet zeker hoe het allemaal in elkaar zit. Dus dat is ook een zoektocht. Maar op je heilige communie krijg je dan Maria-beeldjes, kruisbeeldjes en weet ik van allerlei ooms en tantes. Nou, die kreeg ik ook. En toen dacht ik, ja, ik heb er wel genoeg aan één kruisbeeldje en één Maria-beeldje. Wat moet ik hiermee? En ik wil eigenlijk die Lego-set hebben die ik niet had gekregen. Nou, wij woonden in Den Bosch op de parade en er was altijd markt. Dus de zaterdag daarna ging ik gewoon naar een marktkraam en zei ik, mag ik hier een beetje bij staan? Ja. Toen heb ik daar op een kleedje al die Maria-beeldjes neergezet en die ben ik gaan verkopen. Ja, ja, ja. En dat was handig. Weg ermee. Ja. Nee, handig. En je kreeg elke keer maar weer nieuwe beeldjes. En die kreeg ik toen maar eenmalig, want toen dacht ik wel van... Toen kregen ze niet meer. Die markt, dat is wel wat. Hè. Toen, je hebt tegenwoordig marktplaats, maar ik had ook mijn marktplaats al. Dus alles wat ik kreeg van mensen wat ik niet leuk vond, dan ging ik gewoon bij die meneer op de markt staan. Zeg, mag ik weer...
En later dacht hij van, die jongen die verkoopt wel heel goed. En toen ging hij op een gegeven moment ook zeggen van, nou, ik wil wel een beetje commissie hebben. Ja. Dus toen dacht ik van, oké. Maar zo is het begonnen, 8 jaar. Ja. Toen kwam je er eigenlijk al achter van, er zit echt ondernemerschap in mij. Ja, handelen, verkopen. Ik dacht van, dat vind ik leuk. Plus het leuke vond ik ook van het contact met mensen. Kijk, uiteindelijk ben ik ook, heb ik ook voor veel grote bedrijven gewerkt. Ik heb ook voor een grote bank gewerkt. Ik heb voor een callcenterbedrijf gewerkt. En voor dat callcenterbedrijf leidden wij, nee, dat was niet het callcenterbedrijf. Dat was inderdaad de beleggingsfonds Robeco. Daar deed ik de marketing voor. En daar leidden wij ook de verkopers voor op. En wat deed ik met die verkopers? Die nam ik gewoon mee hier naar de Kinkerstraat. En dan ging ik gewoon op de markt staan. Ja. Waarom? Op de markt leer je het best verkopen. 'S Ochtends moet je vroeg de inkopen doen. Dan moet je alles gaan halen, het fruit en weet ik wat. Nou, daar ga je mee naartoe en dan moet je alles uit gaan stallen. Ja. En dan wordt het uitgelegd door zo'n marktman hoe je dat moet doen. Alles oppoetsen, alles moet schijnen, alle appeltjes, sinaasappeltjes moeten mooi neergelegd worden. Ja. Alles wat er niet zo netjes uitziet, die leg je onder de toonbank. Dus als mensen zeggen sinaasappels, dan doe je die erin en dan leg je een paar mooie erop. Daarmee begon het. En dan, hoezo sta je achter de kraam? Ga voor de kraam staan. Ja. Dan roep je de mensen naar je toe en je moest de mensen toe komen. Sinaasappelen, 2 voor 3 gulden. Nou, kennen we allemaal. Dat. Dus uiteindelijk was daar naar je toe gaan en naar je toe roepen. En daar leerde je dus dat het leuk was om met mensen in contact te komen. Ja. En als dus deze Marco-man, waar wij die jongens natuurlijk een toestuurde voor 5 dagen, die leerde ook van, luister, soms staat er nooit een grote rij, maar je moet altijd zorgen dat je een rij hebt. Dus als je mensen ziet en je hebt bij een andere stal, ga ze halen en zeg, kom bij mij een appeltje halen. Dan krijg je, geef je een paar mensen een appeltje en dan staat die rij daar en dan komen de mensen naar je toe. Dus je leerde al heel snel van, oké, hoe zit eigenlijk marketing in elkaar? Ja. Hoe zit het in elkaar? Want in principe begin je met een nieuw iets, dan begin je eerst iets goedkoper weg te geven. En daarna, oké, er komen meer volk, dan kan ik het duurder gaan maken, die prijs. Hè? Dus ja, dat waren interessante dingen om te leren en te doen. Ja. En nog steeds te hergebruiken. Ja mooi hoor. Je hebt echt superveel verschillende dingen gedaan uiteindelijk, hè? En nou, uiteindelijk nu Tribes is heel groot geworden, maar ik vraag me altijd af, we kennen elkaar een beetje, maar ik ben heel benieuwd. Jij gelooft heel erg in personal branding. Absoluut, ja. Is jouw personal brand nou om Tribes te promoten, of heb je Tribes om jouw personal brand groter te maken? Nee, ik heb uiteindelijk, hoe is het eigenlijk begonnen? Ik heb hiervoor gewerkt bij een concurrent, dat zat ik ook in de boord, Regis. En we hadden weinig marketing euro's. Ja. Maar je wilde toch bekendheid halen. En dan spreek ik over 2004. Hè? Je wilde toch die bekendheid halen. Nou, Nederland en Regis, dat was helemaal niet bekend. Ja, geen budget voor marketing. Dus hoe gaan we dat dan doen? Nou, toen dacht ik van, daar moet ik een andere manier voor vinden. En toen ben ik dus die vrije publiciteit op gaan zoeken. Toen ben ik langs al die feestpartijen gaan en de standhuis gekomen. Dus toen werd je een beeld. Ja. Toen dacht ik van, hé, dit werkt. Ja. Ja. Dus het was niet zozeer dat ik mijn eigen naam wilde oppoetsen. Maar het was dus inderdaad van, verdomme, ik heb geen marketingbudget. Hoe kan ik het dan doen? Ja. Ja. En uiteindelijk heb ik dat netwerk van al die journalisten aangehouden en ook de verjonging meegemaakt. En je vindt het op een gegeven moment leuk. Het wordt een spel, het wordt leuk. En ze mogen ook over andere dingen schrijven dan over je bedrijf. Hè. Bijvoorbeeld een quote, een heel artikel ging met name over mijn wielren gebeuren. Ja. Prima, maar het klikt wel weer vast aan jouw naam. En heel veel mensen vragen altijd wel van, ja jeetje, als jij weg bent met Tribes, is dat dan niet heel erg voor Tribes? Want het hangt ook aan Eduard Schaapman. Ja. En dan geef ik altijd het voorbeeld. Alfred Heineken, volgens mij ligt die in de kist. Ja. Gert-Jan Heijn, volgens mij ligt die in de kist. Maar je hebt nog steeds Albert Heijn en je hebt nog steeds Heineken. Dus die bedrijven blijven wel voortbestaan. Ja. Dus het is niet helemaal alleen afhankelijk van je, maar je kunt wel als founder kun je er iets mee doen. Apple? Steve Jobs. Uiteindelijk, hij leeft ook niet meer, maar het is Apple en Steve Jobs hoorden ook bij elkaar. In Nederland zijn er maar weinig mensen die dat nu nog doen. Ja. Kijk, als je nu vraagt naar wie is de president-directeur van de ABN AMRO? Dan zijn er mensen die zeggen Gerrit Salm, maar die is dan de hele tijd niet meer, dat omdat het de minister was. Maar verder weet niemand wat meer. Hè? Dus, in Nederland zijn we wat calvinistischer, zijn we niet trots op het bedrijf waarvoor we werken. Nee, precies. En dan gaat het minder, maar iedereen weet inderdaad wie Zuckerberg is, Mark Zuckerberg, Richard Branson, dat weten we allemaal. Ja. Amerikaanse, Anglo-Saxische bedrijven, die durven er vooruit te komen. Ja. Ja. Dat is het grote verschil. Het moet ook echt bij je passen, denk ik, hè? Want ja, je moet het wel, wel leuk vinden om te doen. Ja. Want het is, in wat ik net al aangaf, over die oliemaatschappij, je kunt ook keihard onderuit gehaald worden. Ja. Vroeger op de quote net kon je nog reacties hebben, dus dan had ik daar een kolom. Maar er stonden andere af en toe reacties bij waarin je denkt van jeetje, moet je nou, dat moet je ook maar niet meer gaan lezen.
Die hebben ze gelukkig nu afgehaald, doen ze ook niet meer aan. Dus je ziet ook heel veel, op heel veel internetpagina's kun je geen reactie meer geven. Omdat er hele rare reacties komen. Ja, die wil je niet hebben. Klopt. Dan krijg je die polarisatie en dat is niet leuk. Maar je moet er ook een beetje tegen kunnen. Ja. Uiteindelijk, beetje lol in hebben ook, denk ik. Wat zeg je? Je moet er een beetje lol in hebben ook. Je moet er lol in hebben. En er zijn ook dingen die ik zeg die anderen iets anders vinden. Dat is ook helemaal niet erg. Dat moet je ook... Daar moet je niet bang voor zijn. Iedereen mag een mening hebben en iedereen mag een andere mening hebben. Alleen je hoeft daar niet over te vechten. Wat steeds meer gebeurt in de maatschappij, helaas. Van, het is prima als mensen andere meningen hebben en andere ideeën hebben. Alleen dan kun je met elkaar in gesprek, kun je gaan argumenteren. Dan kun je gaan kijken, van, kunnen we elkaar toch vinden of niet? En als je elkaar niet kunt vinden, is ook goed. Ja. Ik bedoel, je hoeft niet met iedereen vriend te zijn. Nee, zeker weten. Ja. Nee, maar je moet er wel tegen kunnen. Ja. Maar je krijgt er misschien ook een dikke huid van. Of... Nee. Trekt het je wel aan? Nou, wel steeds minder. Ik weet niet of dat een dikke huid is, maar je weet op een gegeven moment uit welke hoek komen bepaalde commentaren. En dan denk je, oké, prima, het zal wel. Ja, maar je weet ook gewoon wat je wil en wat je daarmee wil behalen, ook het resultaat. Ja. Dus daar sta je dan ook gewoon achter als je op dat moment zo'n beslissing maakt. Ja, ja. Klopt. Klopt. Ja. Maar je kan tegenwoordig steeds sneller gewenst of ongewenste viral gaan natuurlijk. Ja. Hè, maar jij bent echt on top of al de nieuwste innovatieve media en TikTok en Snapchat. Ja. Ja. Hoe blijf je up-to-date? Nou, jonge kinderen zorgen daarvoor. Hè? Ja. Die hebben gelukkig, hè? Dus ik zit nu zijn helemaal... die ook ondernemend trouwens? Net ja, die zijn waanzinnig ondernemend ook. Uiteindelijk willen ze allemaal een Vespa en weet ik veel wat ze allemaal willen hebben. En ik kan papa niet betalen. Dus staan ik ze ook al op de markt? Of? ze hebben inderdaad, de jongste van 11 heeft al op de markt gestaan inderdaad. Ja, dus ze doen wel dezelfde dingen. Ze zijn ook alle drie vrij extrovert. Dus dat vindt moeders af en toe wel vervelend. Ja. Kunnen die knoppen niet even uit? Ja. Dat heb je dan af en toe wel. Maar daar leer je toch wel ook weer nieuwe dingen van. Hè? Ik zat vrij snel op TikTok, vrij snel op Snapchat. Je kunt je afvragen, wat gaat er nog iets van business heen? Ja. Maar ja, ik heb wel nagedacht, als ik nou kijk, nou, oké, LinkedIn is het oudste. Goed, dat is begonnen als een adressenbureau eigenlijk. Oké, wie werkt waar, welk adres, welke titel, bam. Dat is ook steeds meer anders geworden. En daarna kreeg je Facebook. Als ik nu kijk, ik bedoel, ik heb LinkedIn, heb ik 20.000 volgers op Facebook, 5.000, want dat is gemaximeerd. En als je dan kijkt naar leeftijdsverschillen, is Facebook natuurlijk veel ouder dan Instagram. Ja. Ja. Als ik naar Instagram ga, dan zijn de mensen die daarop zitten weer veel ouder dan op TikTok. Hetzelfde voor Snapchat. Dus dat zie je wel. Ja. Ik denk wel dat je als ondernemer moet blijven volgen waar ze... Waar krijg je nou de meeste dingen uit? Hè? Ja. Ik bedoel uiteindelijk ook het recruiten. Indeed is dood, hè, bij wijze van spreken. Kun je toch voor bepaalde jobniveaus veel beter via LinkedIn doen. Ja. En andere jobniveaus kun je veel beter Instagram gebruiken. Dus je moet wel blijven nadenken als ondernemer. Welk kanaal moet ik voor welke doelgroep gebruiken? En we hebben er mega veel. Hè? We hebben het ook over YouTube gehad. We hebben het gehad over, hoe heet het nou ook alweer? Clubhouse. Weet je dat nog? Dat ging ineens heel hard. En ook weer net zo naar beneden. Nee, zat iedereen zat in die paneldiscussies. Oh, dat heb ik wel. Ja, maar dat was heel kort. Ja, corona. Want iedereen moest thuis zitten, dus iedereen wilde meepraten over onderwerpen. Daar heb ik me een keer voor aangemeld zelfs. En daarna dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. En ineens was het weg. Dan logde je in en dan hoorde je iedereen kwerken. En dan dacht je, wat is dit? Dus, maar het is ook, na corona ging het ook in één keer weer dood. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk zie je ook wel dat bepaalde dingen niet lukken. Dat is ook helemaal niet erg. Maar ik denk wel dat je als ondernemer, wil je in contact blijven met de markt. Dus met mensen die voor jou komen werken. Maar ook met je afnemers, ook met je leveranciers, met de overheid. Dan zul je verschillende kanalen moeten gebruiken. Ja. Omdat niet alle mensen dezelfde kanalen gebruiken. Twitter gebruik ik ook nog steeds. En waarom gebruik ik Twitter? Omdat het journaaien, de journalisten, zitten allemaal op Twitter. Ja. En bij Snapchat, wat is dan de doelgroep die je daar hebt? Want je zegt ik heb net uitgelegd dat op Snapchat heb je AI tegenwoordig. Hè? Okay, dus ik heb hem net laten zien van, vul maar in, wie is Eduard Schapel? En verdomme, er komt uit, CEO van Tribes Inspiring Workplaces en hij geeft spreekbeurten. Ja, ik heb net laten zien. En wat voor spreekbeurten? Ik gaf je ook een antwoord op. Dus, dat is interessant. Dus dat is wel iets wat misschien upcoming is of zo? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk ik merk het aan mijn kinderen, die vinden Snapchat lekker. Waarom? Je zet er een bericht op en dat verdwijnt weer. Ja.
Waarschijnlijk omdat ze niet willen dat hun ouders het weten of iets dergelijks. Ik weet het ook niet precies. Ik ben er nog niet helemaal achter. Maar het is wel interessant om te blijven volgen. Van, ja. Wat gebeurt er nou precies? En ik vind het, ja, ze zitten dan inderdaad. Maar jij krijgt nooit die berichten binnen van je kinderen. Jawel, mijn zoontje. Dat is een hele andere trekjes zijn dat. Dat is fotootjes sturen naar elkaar. Hè? Ja, dus dan zit hij in de les en dan stuurt hij een Snapchat. Dan stuur ik ook eentje terug. Oké, als dat een lol is, is dat een lol. Maar je moet je wel proberen te verplaatsen in die doelgroep. Anders begrijp je het kanaal nooit. Nee, dat is waar. Ja, dus je moet ermee bezig zijn. Mijn dochters zijn veel meer van TikTok. Dat zijn allemaal die dansjes. Dan moet ik ook af en toe mee dansen. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ik merk ook in principe, bijvoorbeeld voor onze serie Nomads All Over the World, waarin we dus inderdaad documentaires maken over die stammen. YouTube, dat is op het YouTube kanaal. Maar door TikTok krijgen wij heel veel mensen naar het YouTube kanaal. Ja. Dus omdat je dan veel meer kort dingen kunt laten zien op TikTok. Dus het is een integratie van al die social media kanalen. Alleen integrale aanpak, hè? Dat kijk, en dat is denk ik de problematiek van de meeste ondernemers in Nederland. Er zitten behoorlijk wat oudere ondernemers in Nederland, ik zelf ook. Maar als jij niet bijblijft, ga je dadelijk een stuk van de markt missen. Ja. Dus je zult jezelf op de hoogte moeten blijven houden van deze verschillende manieren van communiceren. Ja. Zeker. En wat is het volgende, wat is de next step, denk je? Is dat de AI? Is dat de chat GPT? Nou ja, kijk, je ziet wel, vanmorgen weer op de radio een hele debat erover dat het levensgevaarlijk is. Ik zeg, daar ben je zelf bij. Uiteindelijk denk ik dat dit een verbetering is en dat dit zal zorgen voor een hoop workload die we niet meer hoeven te doen. En waardoor we onze intelligentie voor andere zaken kunnen inzetten. Men is natuurlijk helemaal bevreesd dat AI opeens de hele wereld gaat overnemen. Gelukkig ben ik wat ouder dan jullie. Ik weet in ieder geval, dat zal niet gebeuren in de tijd dat ik leef. Ja, dus dat is in ieder geval heel fijn om te weten. Nou ja, als je nog even leeft, het kan snel gaan. Hè? Zeker het kan snel gaan, maar uiteindelijk denk ik, ik zie meer de positieve kanten van zoiets dan de negatieve kanten. Uiteindelijk is het ook zo van, je vraagt af en toe, hè. Ik leg dit jou net uit, want dan heb ik mijn kolom op de radio, ongevraagd advies. Dan kun je in ChatGPT kun je zeggen, ik doe eens een advies over hoe Hugo de Jonge om moet gaan met flexwoningen. Ja. Dan krijg je dan een keurig verhaal met 5 punten, maar het is niet smeuïg genoeg. Nee, dat kun je toch niet vertellen op de radio. Dus dan ga ik toch weer zelf een en ander uitschrijven om het leuk te brengen. De creativiteit. Kijk, je ziet op ChatGPT voor mij is, wil je rationele informatie, kun je het keurig uitkrijgen, maar wil je de smeu erin hebben, dan moet je dat zelf toe gaan voeren. Ja. Ja. En anders leest niemand het toch. Nee. Ja, klopt. Want alleen maar ratio helpt niet. Dus ratio en passie moeten gecombineerd worden. En dat je dus inderdaad wel de hulpmiddelen als ChatGPT kunt gebruiken daarin, is prima. En nu is het ook zo, als je vraagt, hè, wat is je mening over die onderwerp van Hugo de Jonge, dan zegt hij van, ik heb geen mening, en dan komt hij met feiten. Komt hij met feiten. Dus je moet uiteindelijk je eigen tasje altijd blijven geven. Ja, dan komt hij bij van, er zijn er zoveel besteld, hij heeft de doelstelling van zoveel in 2004 37.500 flexwoningen neerzetten. Dus dat haalt hij ergens uit vandaan. Dus de data kloppen allemaal, soms ook niet. Ja. Dat is natuurlijk nog niet helemaal correct. En op basis daarvan kun je dus weer een leuk verhaal bedenken. Ja, mooi. Maar jij bent er niet bang voor in ieder geval? Nee. Als je bang bent, dan kun je beter stoppen. Ja. Wat is dan jouw geheim geweest van al deze afgelopen, dit gewoon jouw tijd nu? Wat is jouw geheim geweest om zo te groeien? Wat is jouw groeigeheim? Ja. We zijn er toch gekomen. We zijn er toch gekomen. Ik had ook gezegd, ik had er eigenlijk 6, maar ik mocht er maar 1. Nee, zijn nog niet de tips. Nou, mijn groeigeheim is met name absoluut trust yourself. Oké. Okay. Mooi. Dus je moet in de spiegel zijn en inderdaad van jezelf overtuigd zijn. Ja. Want dan kun je pas iets doorgeven aan een ander. Hè? Ja. Je eigen visie volgen, nastreven. Ja. Ik ben altijd van de quote, zeker, first love yourself. Ja. Als je van jezelf houdt, dan zit je lekker in je vel en dan kun je iets geven aan een ander. Ja. En dat heb ik, af en toe, ook in het begin van mijn carrière, ben ik te veel gaan meelopen met anderen. Of de baas wil dit of zo. Toen ik nog in loondienst was. Ja. En toen dacht ik even, oké, maar daar ben ik niet. Daar voel ik me niet fijn in, voel ik me niet senang in. Ik wil het anders. Even oren dicht allemaal. Ja, ik heb ook bazen gehad waar je dat mee kon uitspreken. Ja. Ja, en dan is het ook weer goed, hè. Ik bedoel, het is niet, maar er zijn natuurlijk af en toe dingen waar je gewoon, wat je niet fijn vindt en wat je niet wil doen.
En daarom zeg ik ook altijd van avoid naysayers. Je moet mensen die altijd nee zeggen, dan moet je zeggen, oké, laat maar. Dan zoek ik wel, ik doe het zelf of ja. Ga iets anders doen. Ja. Ja. Dus, dat zijn wel mijn belangrijkste leercurve. Dat je dus ook in sales niet continu blijven denken van, ik ga hem toch binnenhalen. En maar weer proberen. Ga dan naar nieuwe mensen op zoek. Ja. Avoid naysayers. Bam, hup, door naar de volgende. Ja. Positief blijven eigenlijk. Positiviteit op zoek. Ja. Heeft jouw netwerk daar ook gewoon een grote rol gespeeld in je groei? Absoluut. Ja. Ja. Uiteindelijk bouwen van een netwerk, dat is eigenlijk met paplepel ingegoten door mijn vader, moet ik zeggen. En ook door de familie van mijn moederskant. Dat zijn allemaal diplomaten. Mijn vader was gewoon de bankier van Limburg, dus iedereen kende die man. En ik zag hoe hij dat deed. Eigenlijk zoals Cor van Zadelhof dat ook hier doet in Amsterdam. Altijd naar evenementen gaan. Ja. Altijd ook dat oude netwerk oppakken, handen schudden, dag zeggen, interesse hebben in die anderen. Dus je hebt een bepaalde reputatie, vanuit die reputatie bouw je een relatie en vanuit die relatie komt er ruil. Ja. Drie R'en. Vond je vader echt een inspiratie voor je eigen leven? Ja, je ouders? Ja. En jouw kinderen, zijn ook trots op jou? Of? Ik denk over 10 jaar misschien. Ja. Maar volgens mij wel. Ik heb je zoontje kort gesproken en hij is hartstikke trots. Ah, dat is fijn om te horen, hè? Ja. Ja. Ook even. Want we zijn wel bij het punt gekomen dat we moeten denken, oké, we hebben een aantal quizvraagjes die we willen stellen. Okay. Spannend. Ja. We gaan beginnen met de eerste vraag. Weet jij wanneer je lid bent geworden van LinkedIn? Ja, dat weet ik. Dat is in het eerste jaar van LinkedIn, want ik was proefpersoon in Nederland. Ja, okay. Echt waar? Ja. En wanneer was dat? Dat weet ik al een paar jaar, weet ik het niet meer. Het is hetzelfde als met e-mail. Ja. Toen werkte ik voor Sperry Remington. 1988, die heb ik nog wel onthouden. Ben ik degene geweest die de eerste e-mail naar een ander heeft gestuurd. Zaten we in een doelgroepje van 10. Okay. Is die aangekomen? Ja, is aangekomen! Ja. Wat mooi. Ja, het was 2004, hebben wij opgezocht. Nou, LinkedIn bestond vorige week 20 jaar. Dus eigenlijk als je terugrekent zou het 2003 moeten zijn. Maar officieel is het 2002. Nee, maar Eduard heeft zich ingeschreven sinds 2004. Oh, sorry. Oh, is dat zo? Ja. Oh, dat heb jij opgezocht. Dat hebben wij opgezocht. Oh, ja. Ik zat toen, ik weet het nog precies, want ik zat dus dan was je één van de eerste. Ja. Nou, nee, want ik zat toen in die LinkedIn Pilot in Nederland. Heb ik me toen niet ingezet, dat weet ik het niet. Maar toen werd het ook hier pas uitgeprobeerd. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè? Ja. 2004. Wanneer kwam LinkedIn in Nederland? Dat zou best 2004 kunnen zijn. Ja. Nou, mooi verhaal. Dat een Nederlandse pilot was dat weet ik nog wel. Volgende vraag die we graag zouden willen weten. Of ja, ik ben gewoon benieuwd als jij dat weet. Hoeveel foto's van jou hangen er in het X-Drive gebouw? In het ITO gebouw? In het ITO gebouw. Weet jij dat? Nou, een stuk of 30. Minimaal. Nou, meer denk ik. Ja, moet meer zijn. Nee, alleen in Nomads, waar we vanmiddag dat is natuurlijk het verhaal van die billboards. Hè? Dus uiteindelijk die billboards, bij elke opening hebben we de billboards om te laten zien we zijn open. Ja. Toen had ik mijn vriend Jord Kelder gevraagd, kun je op die billboards komen staan voor een goed prijsje? Want dan kunnen we marketing. Ja. En toen vroeg hij €3.500. Toen zei ik, ik ben een start-up, dat kan niet. Doe het zelf. Dus zei hij, doe het zelf. Want zei, mag ik het zo doen? En zo ben ik dus begonnen. Dus ik sta in ieder geval op alle openingen die we tot nu toe hebben gedaan. Dat zijn een stuk of 25, sta ik er sowieso al op. Ja. Ja. En dan heb ik die postbus, die zwart-wit foto, 26, dus ik denk 30. Ja, precies. Nou, er zijn er alleen in Nomads al 26 hoor. Dat heb ik laatst zitten tellen. Dus en X-Stripe... daarboven hebben we natuurlijk in die... hebben die ook. Ja. Maar X-Stripe hang je wel het meeste, denk ik. Want X-Stripe is net even een vreemde eten erbij, toch? Of, ja, dat is ook een... kijk, uiteindelijk moet je creatief zijn. En dat ben ik. Ik bedoel, ik heb een partner waarmee ik samenwerk. Dat is de rationele man, Jasper. En ik ben de passionele man. En daarom zijn we een goede combi. En zijn we heel complementair aan elkaar. Waarom is die X-Stripe anders? De eigenaar van dit gebouw, die vond die oude stammen helemaal niks. Hè? Zoals hier de keertjes, die zei, dat vind ik helemaal niks. Ik moet iets moderns hebben. Ja. Toen zei ik, nou, maar we hebben een hele aparte.
Ja. Oh, wat is dat? Dat is de X-Tribe. Ja. We hebben de plekken verzonnen. Ja. De X-Tribe is een tribe van de mensen die de afgelopen 100 jaar iets hebben bijgedragen tot de maatschappij. Dus Steve Jobs vanuit de business, Nelson Mandela vanuit politiek. Ja. Dus alle mensen die positieve vrijdagen hebben gehad. Natuurlijk dacht ik ook gelijk aan Max Verstappen. Dus die hangt er ook groot. Ja. En ook mijn favoriete zangeres, wie is dat? Amy Winehouse. Ja. Amy Winehouse, die hangt er ook. Dus alles wat mijn favorieten waren, die hangen er ook. Hè. Ja. Dat zijn dus de mensen die in de afgelopen 100 jaar iets hebben bijgedragen. Ja. Maar dat is de X-Tribe geworden. En ja, op een of andere manier vinden mensen dat wel heel gaaf. Ja. Dat ja, op die manier toch aandacht is wordt. Ook je ziet die Steve Jobs, je ziet Mohamed Ali, je ziet echt mensen die iedereen van. Shit, ja, die naam ken ik. Ja. Johan Cruijff. Zeker. Wij zitten dus in de X-Tribe. Ja. Ik krijg er altijd positieve feedback. Bezoekers, klanten die langskomen. Over mijn foto's. Alleen niet bij jou. Zeker. Maar het is misschien wel een mooi moment om het nu af te ronden. Om dan af te sluiten met jouw mooie tips die je hebt. Ja, ik heb dus in principe, want dat vroegen mensen mij altijd vaak. Van wat zijn nou de dingen, wat zijn jouw basisregels van het leven? Nou ja, die heb ik. Het zijn er 6. En dat begint inderdaad met trust yourself. Hè? Dus zorg inderdaad dat je van jezelf gaat houden. Break the rules, but not the law. Oké. Okay. Dus regels moet je wel breken, maar niet de law. And don't be afraid for failure. Niet bang zijn voor fouten. Hè? Dat is net al het voorbeeld wat ik net zei. And stay away from naysayers. Work like hell. Hard werken is lekker. Ik krijg veel energie van. Ja. Maar het meest belangrijke voor mij is give something back. Je moet iets teruggeven aan die maatschappij. Ja. Nou, dat doen wij ook. Dat doen wij door ons programma Nomads All Over the World. Ik ga zelf op bezoek bij nomadische stammen. Ik ga nu in juni weer naar Ethiopië. Dan ga ik naar de Hammer en Mercy. We hebben een kanaal, YouTube kanaal, Nomads All Over the World. Daar komen mensen, kunnen al die documentaires zien. En daar krijgen wij geld voor. He, want YouTube werkt met monetizing. Heb je 1000 abonnementen, heb je 1000 abonnementhouders en 4000 watchouders, dan krijg je een stuk van die advertenties. Nou, wij gaan met dat geld wat wij daarmee verdienen, wel mijn mensen maken het en ik ga voor op trip, geven wij terug aan die stammen. Want deze stammen, die hebben een probleem om te blijven bestaan. En waarom hebben deze stammen een probleem? Die hebben niet eens een paspoort. Dus als jij Sami bent in Noorwegen, en je gaat opeens, net zoals altijd, via Finland, Denemarken, weet ik veel wat, naar Rusland toe. Sinds die oorlog worden ze tegengehouden. Ja. En ze kunnen het niet doen, want ze hebben geen paspoort. Ja. Nou, dan heb je de organisatie Survival International, die uiteindelijk zorgt dat deze stammen toch nog altijd kunnen vrij blijven bewegen. Oh, mooi. En dat is onze sponsoringsbijdrage, gaat daar naartoe om te zorgen dat deze stammen toch kunnen blijven bestaan. Want the mind needs to travel to be creative, and we go where the business is, dat doen deze stammen. En dat is give something back. En mooi. Ik vind het leuk om te zien dat we geld teruggeven aan de mensen die het meest gelukkig zijn op aard. Ja, ja, ja. En waarom zijn ze het meest gelukkig op aard? Omdat ze totaal niet gestructureerd zijn. Ja. Dat is nou, was dat de laatste van de 6? That's the last one. Ah, dat vond ik helemaal geweldig. Ja, ik vond het heel erg inspirerend. Heel leuk gesprek. Ik vond het heel leuk om met je gesproken te hebben, om dit allemaal te horen. En ik denk de rest die dit te zien krijgt ook. Dus wij willen je heel erg bedanken. Dankjewel. Voor dit leuke gesprek. Nou, jullie succes met Groeigeheimen. Ja, dankjewel. Powered by Yuling Me. Yes! Woo! Yes! Zet hem op! Dankjewel, high five. Ja, dankjewel. Yes!